Begin oktober maakten wij de 400 meest inspirerende vrouwen van 2016 bekend. Jullie hebben gestemd, er is juryberaad geweest en vandaag gaan we hier in de Laurenskerk in Rotterdam kijken wie de winnaressen zijn van FIFA 400. Nou Dennis, in een kerk vol vrouwen, hoe is dat? Ik heb me nog niet durven te begeven in de kerk zelf. Het is toch een beetje intimiderend. Nee, ja, ik vind het heel leuk. Weet je, ik ben power to the woman. Hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is toch fantastisch. Ja, deze ambiance en de kerk is echt geweldig en de aankleding is fantastisch. En ik hoor alleen maar goede reacties en mensen die het helemaal te gek vinden. Heel lekker. Vertel, hoe is de sfeer hier? Ja, super goed. Volgens mij heeft iedereen het best naar zijn zin en wordt er goed genetwerkt. Ik vind het ontzettend inspirerend dat er ook echt 400 vrouwen in één locatie zijn met eigenlijk dezelfde droom. Je bent hier meteen in goed gezelschap. Leuke, ambitieuze vrouwen die wat willen. En dat is precies ja, wat een goed netwerk nodig heeft. Mensen die wat willen en die wat kunnen. Nou ja, we zijn hier niet blikt. FIFA 400, dan ben je gewoon op de juiste plek. Is het om een FIFA 400 vrij te zijn? Het is een geweldig gevoel. Ja, het is zo cliché hè, dat ik het niet verwacht had, maar het was echt zo. Ik ben toch wel een beetje verbaasd. Ja, heel leuk. Ja, ik ben super trots. Ik moet toch een beetje gewoon bijkomen of zo. Ik had echt niet verwacht. Is het zwaar? Ja, het is best wel zwaar inderdaad. Gelukkig in de krachtpad. Wauw. Dat vind ik echt. Ja, wauw. Gewoon wauw. Voor dit jaar. Ik vond het een super geslaagd feestje. Heel gezellig, super veel inspirerende, leuke mensen. Ik ga een goodiebag halen en ik zie jullie volgend jaar weer. Doei!